Yeah. Hey. Jim, hey. Hey. Hey, Nederlandse FCI. Hier komt de buurt van Tiel, van de havenkant. En mijn vader die vroeg wel, wat is dat? Die vroeg altijd voetballers ook met stamboom gehad. En die heeft daar toen ook af en toe heeft hij eens een keer een nestje gemaakt. Toen, Ja, dat heb ik van thuis uit meegekregen met die kleintjes. Ik heb zelf een mannetje en een vrouwtje. En we hebben, was het anderhalf jaar geleden, hebben we met het vrouwtje een keer een nest gehad. En er waren toen drie. Ja, ja. Dat hadden we vlak daarna. Hey, jij ook dat geeltje, denk ik. Ja. Wat was er dan? Die met die blaren aan het spelen is nu. Deze? Ja. De favoriet van mijn schoonmoeder, die geel. Ja, ja. Die vindt die mooi, want die gaat echt. Die, als er iets nieuws is, hoe kun die in een bandje wat we gemaakt hebben, die gaat er gelijk als eerste op af, die zal gelijk uitkluizen. Ja, ja. Even koop zo. Ja. Beetje veel nog thuis, hè? Ja, nee, dat is allemaal komen. Nee, is te veel. Je kijkt 2, 3 is leuk. Maar ja, ja. Moet ik die aandacht goed kunnen verdelen. Zijn gewoon vrachtwagens? Ja. Vader en moeder ook, geen kruising of wat. Nee. Ja, dat was leuk. Gisteren kwam er een vrouw op hem aangefietst met een meneer. Met 4 dochtertjes. En die stopte en allemaal die hondjes aaien. En die moeder is erbij aan het aaien. Wat zijn dat dan? Ja, vrachtwagens. Echt waar, ja. Ik zo, ja, zie je, ik vind ze gewoon heel lief, heel aardig. Ik zeg, je moet er, weet je, goed mee omgaan en dan heb je een kracht voor hem. Maar die schok. Ik dacht, misschien later wat over, weet ik wel. Wat vraag je ervoor? Voor die kleintjes, 4,50. Ja. Maar ik heb nu, ik had nu 18 belangstellenden. Ja. Die gaan gewoon een volgende dag. Ja, natuurlijk. Ja, het kan altijd zijn dat iemand zegt van nee, weet je wel of niet, of willen ga je even kijken. Nou, we hebben een maand geleden een Steffi gekocht. Ah, ja. En